Betty Broeder uit Nunspeet lanceert ruim een jaar nadat haar zoon Bas uit het leven stapte. De website Toen Was Het Stil. Ze stonden al in het voorprogramma van Deep Purple, hebben net een nieuwe album uit en staan vanavond in de battles van The Voice, de rockband Navarone uit Nijmegen. En aan onze sporttafel vandaag Iwan van Duren, Sjoerd Wijkamp en Norbert Alblas. Dit is De Week van Gelderland. Maar we gaan het eerst hebben over de omstreden Nashville-verklaring. Waarin staat dat God het huwelijk bestemd heeft voor één man en één vrouw. En dat zorgde de afgelopen week voor nogal wat commotie. Daar gaan we over praten met Peter Nissen, theoloog, hoogleraar en predikant. Van harte welkom. Hoe keek u naar alle ophef? Nou, het verbaasde mij, het verraste mij dat het zo'n commotie opriep. Omdat we natuurlijk wel weten dat in een kleine hoek van protestants Nederland er zo over gedacht wordt. Maar als je dan naar buiten komt met een verklaring, hè, dan kun je wel verwachten dat de samenleving daar met schrik op reageert en met afkeuring. En dus in dat opzicht is het ook weer niet zo heel verwonderlijk dat het zo'n commotie opriep, omdat de opvattingen die in die Nashville-verklaring staan eigenlijk heel ver afstaan van wat de meeste mensen denken als het gaat over huwelijk, seksualiteit, gender. Denkt u dat de groep die de verklaring in het leven riep de ophef heeft onderschat? Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat de verklaring eigenlijk ontstaan is als een intern document. Vooral bedoeld om in de eigen achterban opvattingen helder te maken en te versterken over die kwesties die daarin behandeld worden. Vooral homoseksualiteit en transgender. Ik denk dat de vertalers van de Nederlandse versie gemerkt hebben dat in hun eigen kerken, de bevindelijk gereformeerde kerken, dus hersteld, hervormde, gereformeerde gemeente, de gereformeerde bond binnen de protestantse kerk in Nederland, dat ze gemerkt hebben dat onder jongeren daar ook opvattingen veranderen en dat ze dat hebben willen bezweren met een verklaring. Maar die verklaring is ver buiten die kerken terechtgekomen. En u zegt dat was eigenlijk niet de bedoeling? Ik denk dat ze dat niet voorzien hebben. Dat het, ik denk dat het echt bedoeld was om intern discussies te bezweren. En hun, met name de jongeren in die kerken, nog eens met de neus te drukken op hoe volgens hen het moet zijn. Volgens de Bijbel, volgens God. Discussies bezweren, dat is duidelijk niet gelukt. Van de vertalers waar u het over heeft van het document is dominee Van Reenen uit Oldebroek. Gaan we even naar luisteren. Ik hoop van harte dat iedereen nog eens goed en welwillend het document doorleest. Dominee Van Reenen uit Oldebroek, die de Nashville-verklaring uit Amerika vertaalde en ondertekende, betreurt de commotie die daarover is ontstaan. Maar, zegt de dominee, de verklaring is zeker niet anti-homo. Dat kan ieder merken die het goed leest. We hebben dat nog wel een keer willen onderstrepen, omdat het wel rondzinkt. Toch verandert de persverklaring niets aan het feit dat homostellen niet welkom zijn in de kerk. We hebben de homoseksuele medemens lief, maar een homoseksuele levenspraktijk wijzen we af. Wat schokte u het meest in de verklaring? Wat mij het meeste schokte in de verklaring zijn eigenlijk twee dingen. Het ene is dat het zo'n heel stellig en zeker statement is. Het is niet een bijdrage aan discussie, want iedereen die er anders over denkt, die zit fout. Dat is eigenlijk de strekking van de verklaring. En het tweede wat mij schokte is, tot nu toe was zeg maar in behouden protestantse kring de opvatting, even heel simpel gezegd, je mag wel homo zijn, maar je mag er niks mee doen. Eigenlijk zegt deze verklaring, je mag het ook niet zijn. Nee. In tegenstelling tot wat de dominee zojuist zei, de verklaring zegt eigenlijk, als je kiest voor homoseksualiteit, ze zien het ook als een soort keuze, of voor geslachtsverandering, dan ga je in tegen de orde die God in de schepping heeft aangebracht. Dominee Van Reenen werd gedurende de week wat genuanceerder. Ja, dat is met meer ondertekenaars gebeurd. Ja, hè? Hè? Ja. Maar wat in die reacties, wat mij daar weer in tegenvalt, is dat degenen die boos zijn over die verklaring nu eigenlijk de schuld krijgen, want die hebben het niet goed gelezen of die hebben het niet goed begrepen. Ja. De verklaring is heel duidelijk. Dus ze moeten niet terugkabbelen, zal ik maar zeggen. Je staat daarvoor of je staat daar niet voor. Zwart op wit, ja. Ja. En het ligt niet aan de lezers. Nee. Er was geen woord. Dan ga je jezelf het slachtoffer maken. Een beetje het Calimero-effect van ze begrijpen ons niet. Ja. En, ja. Nee. Nou bent u zelf predikant in Oosterbeek.
Als zoiets gebeurt in de moslimhoek, dan vragen wij aan imams om hier afstand van te nemen. Mm-hmm. Zou dat nu ook moeten gebeuren? Het gebeurt ook, hè. Een heleboel. Dus deze verklaring komt uit een vrij strikte kerkelijke hoek, hè, de bevindelijk gereformeerden. Een heleboel andere kerken hebben er al duidelijk afstand van genomen. Ook een heleboel kerken van de grootste protestantse kerk in Nederland, de protestantse kerk in Nederland, waar die gereformeerde bond toe behoort, hebben er afstand van genomen. Bij heel veel kerken, ook bij mijn eigen kerkje van de remonstranten in Oosterbeek, wappert de regenboogvlag als een statement van iedereen is voor ons gelijk. U heeft hem hier speciaal voor aangeschaft, hè? Begreep ik. Ja, precies. Ja, we hadden er nog geen, maar nee. De Nashville-verklaring was voor ons aanleiding om nog snel in te bestellen en hem bij de kerk op te hangen. Ja. We horen veel verhalen, hè, van dominees, juist ook uit de gereformeerde hoek, die het er niet mee eens zijn. Kan dit tot een scheuring in die gemeenschap leiden? Nou, dat zou kunnen. Wat ik eerder zie gebeuren, is dat mensen die zich niet kunnen vinden in dit harde standpunt, dat die van kerk gaan verhuizen, dat die van kerk gaan veranderen. Dat die zeggen, nou, als mijn predikanten de spraakmakende vuren in mijn kerk er zo over denken, dan weet ik dat ik daar niet welkom ben. Dan hoor ik daar niet. Het gaat niet alleen om predikanten, hè? Ook onze volksvertegenwoordiger, ja. Kees van der Staaij, heeft de verklaring ondertekend. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, dus zowel Kees van der Staaij als ook een Eerste Kamerlid van de SGP. Je kunt je daar. Kijk, de verklaring zegt niks over rechten van homoseksuelen, transgenders. Dus je kunt zeggen, dit is een theologisch kerkelijk document. Maar het geeft wel aanleiding tot discriminatie, dit document. En je kunt je afvragen of precies iemand die als volksvertegenwoordiger gehouden is, zoals alle burgers in Nederland, aan artikel 1 van de grondwet, of die achter zo'n verklaring moet gaan staan. Hè? En ook bij hem zie je nou wat terugkrappelende bewegingen. Hè? Zo van, ja, mij was gevraagd of het zinvol zou zijn om deze tekst in het Nederlands te vertalen. Nu staat mijn naam eronder als ondertekenaar. Ik zou zeggen, iemand die het langzittende Tweede Kamerlid in Nederland is, dan weet je, die heeft ervaring daarmee, die weet wat er met zoiets kan gebeuren. Dus nu niet terugkrabbelen, zou ik zeggen. Gaat u hier wat mee doen in uw preek? Nou, ik hoef toevallig zondag niet te preken voor het eerst. Als ik zondag preekbeurt zou hebben, zou ik er zeker iets mee doen. En wat wel gaat gebeuren in onze kerk is dat er een lied dat ooit geschreven is door Sietse de Vries, bekende Nederlandse lieddichter, bij de presentatie van een boek waar homovriendelijke kerken, zal ik maar zeggen, zich in presenteerde, dat lied aan het eind van de dienst zondag in onze kerk in Oosterbeek. God is liefde voor iedereen, kerken, hè? Dat is een beetje de boodschap van dat lied, geloof ik. Ja. Ja, dank u wel voor uw komst naar ons Mediacafé. De week startte in mineur. Eerst was er de stille tocht voor de 12-jarige Bekiro, die vlak voor kerst door zijn vader om het leven werd gebracht. En op dezelfde dag overleed ook de 47-jarige Earl. Voor de Arnhemmer werd onlangs nog geld ingezameld, zodat hij op zijn geliefde Bonaire kon sterven. Maar helaas mocht dat niet zo zijn. Wat je deze week ook niet gemist kunt hebben, is de ophef die ontstond rondom de Nashville-verklaring, die over regels voor LHBT'ers gaat en veel stof deed opwaaien. Veel stof waaide er ook op het Mondiaal College in Nijmegen, nadat een jongen uit Beverwijk een filmpje plaatste waarin hij een geweer laat. In ieder geval duidelijk is geworden dat dit geen serieuze dreiging was, maar echt een, ja, noem het een uit de hand gelopen grap. Wel grappig was het aantal views op YouTube voor dit Gewoon een Trucker van de 9-jarige Dick Fijn uit het Loo. Als de burgemeester een feest organiseert, komt er geen hond. Deze burgemeester is niet teleurgesteld over de opkomst tijdens de nieuwjaarsborrel in Dodenwaard. Maar hij wil volgend jaar zelf het nieuwjaarsfeest organiseren. Of dat er echt een knalvuif wordt. Maar we moeten iets organiseren voor de jongeren zonder dat rellen en drank en vuurwerk, zeg maar, daar de hoofdrol gaan spelen. Ruim een jaar geleden besloot de toen 20-jarige zoon van Patty Broeder uit Nunspeet uit het leven te stappen. Deze week lanceerde Patty de website Toen Was Het Stil. Van harte welkom. Dank je. 1 november 2017 werd jij geconfronteerd met een enorm verlies. Jouw zoon Bas stierf een zelfgekozen dood. Wat herinner jij je nog van dat eerste moment? Alles, ja.
Ik ben gebeld, dus ik herinner me nog precies hoe ik reageerde. Ja. Ja. Want hoe reageerde je? Ik zakte op de grond. Het zijn van die clichés dat je door je benen zakte. Ja, ik zakte door mijn benen. Ja. En ik riep nee, 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 nee. En toen kwamen mijn andere twee kinderen uit bed. En die, ja, toen dacht ik, nu moet ik het ze vertellen. Nu zijn ze voor altijd van hun onschuld af. Ik weet nog dat ik dacht van, ja, wat, mama, wat is er? Mama, wat is er? Ja, toen moest ik het ze meteen vertellen. Dus dat was, ja, hoe vertel je dat aan twee kinderen? Ja, Bas is dood, ja. Nou, het waren 13 en 18, het waren geen kleintjes, maar even goed, dat wil je niet vertellen. Het is je grote broer. Precies. Hè? Ja. Ja, die wil je helemaal niet kwijt. Ja. Ik denk, in die eerste periode daarna, dan word je geleefd. Ja, klopt. Ja. Want dan moet je van alles regelen. Ja. Ja. Wist jij dat hij wanhopig was of kwam zijn dood volkomen onverwacht? Ja, zoals zoveel zelfdodingen kwam het uiteindelijk toch nog onverwacht. Nadat hij een paar jaar daarvoor wel suïcidaal was geweest. En daarvoor ook opgenomen was geweest. Had een hele geschiedenis toch wel. Maar het ging goed met hem, dachten we nu. Dus het kwam uiteindelijk als een grote verrassing. Ja. Jij ging al vrij snel na zijn dood op zoek naar antwoorden. Ja. Welke vragen had je? Ik wilde heel graag herkenning vinden. Ik wilde gewoon van andere mensen horen dat ze dit ook hadden meegemaakt en hoe ze dat hadden beleefd. Ik wilde graag weten of dat wat ik voelde ook normaal was. We hebben vanaf het begin naast het enorme verdriet ook heel veel plezier gehad. En het was best een beetje gek dat we ook ontzettend konden lachen met elkaar. Waar moest je om lachen dan? Om hele stomme kleine dingetjes. Maar ik heb tijdens de begrafenis met broertje en zusje hebben we vreselijk zitten lachen. Omdat iedereen was weg. De kist was in de grond. En dat was het vreselijkste moment van mijn leven. Dat kan ik. Ik kan me niet bedenken wat ik erger vond dan dat moment. En mijn dochter en mijn zoon zaten daar met hun benen bungelend in dat graf. En ik zakte tussen mijn benen op mijn hurken tussen hen in en hield ze bij de schouders beet. Ik heb ook een spierziekte, dus ik kon op een gegeven moment wilde ik overeind komen en dat kon niet. Dus ik zei, jongens, als ik nu overeind kom, dan duw ik jullie zo voorover het graf in. En toen moesten we zo vreselijk lachen en de kinderen, oh, dan mijn moeder het graf in geduwd. En toen moesten we nog harder lachen. Ja, dus dat is bizar, maar dat is ook wel heel prettig. Ja, en een lach en een traan, die horen ook bij elkaar. Ja, precies. Het zijn emoties van de mens. Was het makkelijk om vragen te krijgen of de antwoorden te vinden op jouw vragen? Nee, dat viel me tegen. Op zich, ja, als je boeken koopt, dan is er zat te lezen. Er is op internet hapsnap van alles te vinden. Maar het was hapsnap, ik moest echt zoeken. En ik kwam een half jaar na het overlijden van Bas een vrouw tegen die haar dochter net had verloren op dezelfde manier. En ik merkte dat ik in dat half jaar al zoveel kennis had opgedaan. Ook door de psycholoog die ik had, die mij ook dingen vertelde. Dat ik dacht, ja, dit vertel ik nu wel aan haar, maar eigenlijk zou ik dat wel veel meer mensen willen vertellen. Maar goed, het was toen nog te vroeg voor mij. Ik kon dat op dat moment niet. Ik heb daar echt de tijd voor genomen. Ik heb ook er heel lang over gedaan om deze site te bouwen. Maar deze week was het zover. Ja, de site, toen was het stil, is gelanceerd. Wanneer werd het voor jou stil? Ja, dat beschrijf ik ook in de site. Het is de stilte na lange periode van onrust. Dus dat is de ene kant. Het is heel lang onrustig geweest. En in één keer is er daar de stilte van de dood. Maar het is ook de hectiek na de eerste periode. En dan in één keer is iedereen weg. En dan blijft er nog maar een handjevol mensen over. En dan wordt het ook heel stil. En dan moet je opnieuw gaan zoeken naar balans in je leven. En het leven gaat weer door. Maar ja, het staat tegelijkertijd, de planeet is nog helemaal niet gaan draaien voor je gevoel. Dus dat, die stilte wilde ik. Maar ik heb de naam ook gekozen omdat het het stopt niet. Het is stil, maar vanuit die stilte kun je wel weer herstellen en verder. En ja. En voor al die mensen die ook een dierbare verloren hebben, ben jij dus die site begonnen waar allerlei tips op staan. Ook de boeken waar jij naar op zoek moest, die heb je allemaal gebundeld. Is het ook niet juist heftig om op deze manier steeds geconfronteerd te worden met het verdriet? Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Daarom heb ik er ook zo lang over gedaan, want ik moest er iedere keer weer in. Ik schrijf ook een blog op die site, maar dat is iets wat ik sowieso wel doe. Ik schrijf altijd. Ik heb het afgelopen jaar een heel boek samengesteld. Dus ik schrijf en ik schrijf. Dat is gewoon een eerste levensbehoefte.
Maar ik heb ook filmpjes zitten kijken van nabestaanden. En toen dacht ik op een gegeven moment, die ga ik er niet op zetten. Want dat trek ik zelf niet. Dus ja, daar ben ik wel selectief in geweest. Ja, de mensen die in hetzelfde schuitje zitten zullen blij zijn met jouw website. Ik hoop het zo. Ja. www.toenwashetstil.nl. Betty Broeder, dank je wel. Dank je. Ze bestaan 10 jaar, lanceerden recent hun nieuwe album, speelden al op festivals in binnen- en buitenland. En ze staan vanavond in de battles van The Voice, de Nijmeegse rockband Neverone. Only the strong will survive, only the strong will survive. Ja, en toen draaiden ze alle vier. Dat moet toch een fantastisch gevoel zijn. Bij mij in de bar, Marijn van Haren, Kees Leeuwensong en Roman Huisbrechts. Oftewel de zanger en twee gitaristen. Ik mis er twee. Hoe zit dat? Ja, eentje is op windsport. En de andere die... weet ik eigenlijk niet. Iets aan het doen waardoor die hier niet kan zijn. Ja, ja. En we kunnen straks even bellen. Had hij een date? Ja. Ja, hij is nog vrij dus. Maar goed, de naam Neverone, die is op een hele bijzondere manier tot stand gekomen. Wie kan dat het beste vertellen? Ja, we hebben, ja, dat is al best wel lang geleden eigenlijk. Toen we bij de Golden Earring in het voorprogramma stonden. En Barry Ray, die kwam over onze naam. Die zei, ja, Overthrow heette we toen. En als je Overthrow opzocht op internet. We hadden het gewoon uit een woordenboek. En we dachten omverwerpen met muziek en allemaal, weet je wel, niet zo. En... hij zei, nee, als je dat in Google intypt, dan kom je allemaal bij omverwerpen van de regering uit. En Kalashnikovs kun je kopen en dat moet echt weg. En toen gingen we iets nieuws bedenken, maar wij kwamen eigenlijk, we konden niet echt toffe dingen bedenken. En op een gegeven moment kwam hij binnen, toen ik ook weer met hem speelde. Toen kwam hij, want dan gingen we altijd eten. En toen kwam hij binnen en altijd met zonnebril op. En zei hij, Neverone, the Guns of Neverone. The Guns of Neverone, naar de film. Ja. Ja. En toen hadden we zoiets, ja, Guns of, dan krijgen we weer hetzelfde idee. Maar alleen Neverone, dat is wat gek. Ik vind dat een prachtige naam, ja. Ja. En al 10 jaar samen, jullie hebben al in het voorprogramma van Deep Purple gestaan. Ja. Opgetreden op festivals, hè, binnen en buitenland. Tsjechië ook, zag ik voorbij komen. Een flinke schare fans. En dan denk ik, dan kiest een rockband voor The Voice. Hoe commercieel wil je het hebben? Interessant, hè? Ja, vind je heel interessant. Waarom? Ja, Kees, zo'n zanger, ja, dan heb je in ieder geval wel het gevoel dat je daar iets kan doen. En ja, Marijn is zo uniek met zijn stem en wat hij kan. En hij was al vaker benaderd, hè? Mm-hmm. Nou, vertel jij maar. Want dat is, Het is wel eens vaker. En dan, dan zit je... je zit met een band. Dus dat is, ja, niet dat het dan niet kan. Maar dat voelde van mezelf. Nee, dat ga ik niet doen. En toen kwam eigenlijk de vraag met de band. En toen hadden we iets. Natuurlijk de eerste keer was zo van, hè, kan dat dan? En zo. En jullie waren ook echt de allereerste band in The Voice. Ja, dat zijn allemaal dingen die meespelen. Dat je op een gegeven moment denkt van, eerst was van, hè, van, kan dat dan? Maar waarom doe je het? Voor het geld? Op een gegeven moment... Nee, niet voor het geld. Het is meer... we zijn aan het kijken. En wat je ook zegt, we zijn 10 jaar, 10 jaar samen. En het gaat hartstikke goed, weet je wel. Voor ons is ook, als het zo doorgaat, is het helemaal prima, te gek. Maar ja, er zijn toch ook mensen die ons nog niet kennen. En ik denk dat de fans van Leeuw Kleine jullie niet kennen. Nee. Schat ik zo in. Huh? En rockmuziek sowieso is op het moment niet zo populair en zo. Is helemaal niet in. Het is allemaal andere muziekstromingen. Dus het is eigenlijk ook wel heel te gek. Er zijn bijna geen platformen meer waar je muziek kan laten zien op zo'n groot niveau. Je hebt nog De Wereld Rijdt Door, maar dat is dan 1 minuut. En... want Serious Talent is ook allemaal... Hier heb je gewoon een podium waar 2 miljoen mensen naar kijken. Ik begrijp het wel. Nou, Kees, jij kende Anouk al, hè? Jullie coach. Vertel het eens even, Kees. Hè? Ja, Kees? Nou ja, hij speelt zo lekker gitaar. Nou, precies. Ja, Roman en ik hebben op het conservatorium gestudeerd in Amsterdam. En daar heeft zij een blauwe maandag ook les gegeven op zang. Maar ja, wij waren toen in de tijd natuurlijk gitaarstudenten. En ik had al wel eens wat voor haar gewerkt als backup gitarist.
Maar ik had ook een bijvak zang in die tijd. En dat was dus echt een bijvak zang. En er waren toen tentamens, zangtentamens. En ik werd mij gevraagd of ik op de dag zelf... Ja, wil je gewoon eens even laten zien waar je allemaal mee bezig bent? En ja, ze hadden dus de hele dag al geschoolde conservatoriumzangers gehad. En daar was Kees. En daar kom ik dus als, nou ja, als rocker met fan van Dave Grohl van de Foo Fighters lekker schreeuwen. En, wat zei ze tegen je? Nou ja, ze had dus al, je weet hoe kritisch ze kan zijn je bij de Voice. Hij lijkt me blij. Dan moet je wat mee doen. Nou ja, je weet hoe Anouk kan reageren. En zij heeft dus een hele dag... heel veel moeten beoordelen. En dan kom ik daar gezellig... Ja, je leidt het mooi in, maar wat zei ze? Ja, toen zei ze van... Ja, hier heb ik echt helemaal geen zin in. stop er maar gewoon mee. Daar heeft helemaal geen zin. Focus je vooral op je gitaarspel. Ja, focus je vooral op gitaar. So you did. Ja. Jullie hebben net een nieuw album uit. Salvo. Jullie gaan eind deze maand toeren. Optreden in de Voice lijkt me totaal iets anders. Ja, dat is het zeker. We hebben natuurlijk in de afgelopen 10 jaar veel ervaring opgedaan. In binnen- en buitenland, zoals je al zei. En door de wol geverfd. Maar ja, zoiets is natuurlijk wel weer echt iets heel anders. Het is zo'n mediaspectakel waar je in balans, een circus. En dat is ook wel juist wel weer super leerzaam en interessant. Maar dan ben je dan zenuwachtig? Nou, ik moet zeggen, ik ben niet vaak meer zenuwachtig. Maar hiervoor, dan heb je toch wel even zo... Wow, je moet uit het niks ineens super presteren, weet je wel. Dus je moet gewoon knop om en doen alsof je al 2 uur staat te spelen, bij wijze van spreken. Met die energie. Dus het is wel even anders. Vanavond gaan jullie samen kijken? Ja. Zeker. We hebben een beamer geregeld. Ja, ja. Een gratis account. Televisies, hebben jullie niet? Las ik al ergens. Nou, wij gaan ook allemaal kijken, toch? Ja. Ja, we gaan allemaal kijken. Maar we willen nu alvast een voorproefje, kan dat, van de Never On Sound? Dat kan zeker. Jullie hebben een akoestische versie van, ja, ik ben heel benieuwd, Surrender, toch? Ja, Surrender. Ja. Geef ze een applaus, Never On. You're fire, I'm running. Surrender to it, I'm coming. Burn me up and give me fuel. Feels like new. Won't throw my towel in the ring. No punch can ever touch my skin. As long as I can hear you sing. Onze sporttafel vandaag, NEC-doelman Norbert Alblas, Iwan van Duren, sportjournalist en schrijver van het zojuist verschenen boek Weekend Miljonairs, en Sjoerd Wijkamp, drijvende kracht achter veel altijd de theatervoorstelling over de Graafschap. Welkom Sjoerd. Afgelopen weekend 2 keer een uitverkochte zaal in Schouwburg Amphion met een voorstelling over de Graafschap. Had je dat durven dromen toen jullie meer dan 1 jaar geleden met het wilde plan kwamen? Ik ken geen Graafschap supporter die niet droomt. Dus dit was dan zeg maar onze droom. En we hebben Amphion omgedoopt in Dramphion. Wat ik niet had kunnen voorspellen was dat het was echt gewoon de voetbalclub echt letterlijk het theater in. Er werd gezongen, er werd af en toe zelfs gehuild. Ja, ik ben een soort mix van apentrots en helemaal kapot. Want er zitten me een uur in. Maar het was fantastisch. Het was echt fantastisch. Noem eens even wat hoogtepunten. Nou ja, het hoogtepunt vond ik eigenlijk al toen we besloten dat het ging heten Feu Altiet, een prijzenkast vol verhalen. Dus dat we wegbleven. 65 jaar de Graafschap. Ja, 65, maar we bleven dus weg bij die spaarzame prijsjes die wel in onze prijzenkast staan. Maar het ging echt om mensen. Ik had een kleine Stef, die stond 2 jaar geleden op de seizoenkaart. Die speelt nu bij de jeugd. Die ging daar gewoon even voor de microfoon met 800 man ging die vertellen.
En als ik straks in het eerste speel, hoop ik dat jullie me steunen in voor- en tegenspoed. Dit is onze club. Cor Peitsman die speelt als oud-spits opa. We hadden Boudewijn de Geer, die toen destijds uitgefloten werd, maar ons wel liet promoveren. En die kreeg een staande ovatie. En we hadden iemand die er niet was, maar die zo'n mooie stempel op onze club heeft gedrukt, Simon Kistenmaker. De man die wel voor een prijs zorgde. En voor verhalen. Ja, en zijn, voor verhalen. Zijn, ja. Ongeslagen biograaf, kampioen toch? Ongeslagen kampioen, ja. Dat zijn mensen helemaal vergeten. Hè. We moeten Fox ook nog eens een keer bellen en dat hier de bestanden opvragen. Ongeslagen kampioen. Zullen we even kijken naar wat hij teweeg bracht, terwijl hij er niet was in Amphion? Ja, was fantastisch. Kijk maar. Maar we gaan iets doen wat nog nooit eerder in een theater is gedaan. De ultieme hart onder de riem voor onze Simon Kistenmaker. Simon Kistenmaker! Simon Kistenmaker! Simon Kistenmaker! Simon Kistenmaker! Simon Kistenmaker! Ja, de verhaallijn was al snel bekend, hè, Sjoerd? Opa brengt kleinzoon naar bed en zegt wat er ook gebeurt in jouw leven. Je hebt nou eenmaal een blauw-wit hart en er valt helemaal niks aan te veranderen. Nou weet ik dat de man tegenover jou geboren is in Aalten, Iwan, hè? Achterhoek. Ja. Was jij ook zo'n klein jongetje die aan de hand van zijn vader of opa naar de Vijverberg ging? Nou, mijn vader die was meer VVV, maar ik ben mijn allereerste wedstrijd was met douwtrappen. Ik weet niet of ze dat nog doen, maar dat deden we vroeger in de Achterhoek altijd. Dan ging je heel vroeg fietsen met je vriendjes. En dan hadden we een kaart bij ons, Varsseveld, Terborg. En dan moest je rechtsaf naar Doetinchem. En dan gingen we naar de Vijverberg. En daar waren iets van 40.000 mensen, tenminste in mijn herinnering. Het waren er 1300. We gingen naar binnen, Spinnekop. Dat was toen nog 3-4 betonnen tredes. En we stonden daar aan het hek. Het was zo groot. En achter ons begonnen ze te zingen. Vrouw Haverkamp, Vrouw Haverkamp. En dat ging dan over hele grote tieten. Weken over gehad met z'n allen, want ja, wat was dat allemaal? Dus dat was mijn allereerste toch begonnen. Zullen ze zich in de Achterhoek afvragen waar het mis is gegaan. Jouw hart ligt nu in Rotterdam in de Kuip. Ja, daar ben ik blij mee. En, ja, maar Feyenoord, dan word je niet bij keuze. Dan word je gewoon weinig geboren. Ja. En dat kun je niet meer veranderen. En ik was vlak voor de kerst, was ik wel op de Vijverberg. En dan springt mijn hart wel weer open, hoor. Wat een, Jij twitterde deze week daarover. Oh. Hè? Jij vindt dat de Graafschap een permanente wildcard moet krijgen voor de Eredivisie. Ja, absoluut. Echt gras, fantastische supporters, mooi stadion en een goede sfeer. En het is heel wild, maar je kan ook gewoon je kinderen meenemen. En die mengeling vind ik fantastisch. En het is dus, waarschijnlijk ook de enige manier om in de Eredivisie te blijven. Weet je, voetbal is natuurlijk hard. En het boek van Iwan die gaat er ook over. Maar dat het ons lukt, dat er nog die ziel in die voetbalclub zit. Ja, daar ben ik zo ongelooflijk trots op. En dan weet ik ook wel, nu is het heel vervelend, want die spelers komen niet voor die winterstop. En we staan onderaan. Vroeger draaiden we de televisie om, maar nu beweegt het beeld mee. Dus we blijven onderaan staan ook. Maar dat het nog zo echt is. En natuurlijk moet er ook gepresteerd worden. En daar zijn heel veel mensen heel druk mee bezig. Maar dit, met die theatervoorstelling, maar ook zo'n opmerking. Iemand weet waarschijnlijk niet eens wat hij teweeg brengt. Maar dat is toch prachtig. Je doet het voor de mensen op de tribune. Als dat er niet meer in zit, dan is het alleen nog maar bedrijfsmatig. En dan pas ik ook. Norbert Alblas, net terug uit Spanje, trainingskamp met de NEC. Ja, nou maar hopen dat de NEC geen permanente wildcard heeft voor de eerste divisie. Nou, daar gaan we niet van uit, nee. Nee, dat was niet zo'n hele lekkere eerste seizoenshelft. Nee. Wat gaat het worden nu naar Spanje? Nou, ik denk dat we maar één keuze hebben. En dat is zorgen dat we alle kopjes weer bij elkaar krijgen. En dat is volgens mij gelukt. En dat gaan we zondag zien tegen Eindhoven. Hoe was het trainingskamp? Hoe was de stemming binnen de groep? Ja, de stemming was goed. Alleen die is eigenlijk altijd wel goed geweest. Omdat we allemaal vertrouwen in elkaar hebben. En we hebben hard gewerkt. Goed gewerkt. En die lijn proberen we nu door te trekken. Jij raakte 3 maanden geleden geblesseerd, hè? Zware knieblessure. Je traint nu eindelijk weer mee met de selectie. Wanneer verwacht jij weer te kunnen keepen? Ja, dat vraagt iedereen. Ik wil het antwoord. Ja, ja, dat wil iedereen ook. Nee, vandaag heb ik weer voor het eerst een groepstraining volledig meegedaan. Dat voelde heel goed. Dat was genieten, dus ik sta hier ook met een grote glimlach. En ik probeer het echt van dag tot dag en van week tot week te bekijken. En als de trainer vindt dat ik er klaar voor ben en groen licht van de medische staf hebben, dan hoop ik dat ik er weer sta. En is het dan al bekend, word jij dan automatisch de eerste keeper? Nee, Marco van Duin heeft het niet heel onverdienstelijk gedaan. Iwan knikt ja. Dus, als de trainer vindt dat ik er klaar voor ben en als hij vindt dat ik weer de beste keeper ben die in de selectie zit, dan stelt hij me op. Maar het is niet over, zo dat... Over keepers gesproken, moet ik toch nog heel even kort naar jou, Sjoerd. We hadden Hidde Jurrius, ging niet helemaal lekker, raakte al geblesseerd, lichte rugblessure volgens mij, werd vervangen door Etemadi Agil Etemadi moet ik zeggen. Doet het best aardig.
En nu lees ik dat de Graafschap weer met een nieuwe keeper wil komen. Heb ik ook gelezen. Wat vind je ervan? Nou ja, er zal iets spelen. Hè. Dat kan natuurlijk wat zijn vind dat jij ervan als ja, supporter? Vind ik, er moet gewoon de beste moet in de goal staan. Ik bedoel, daar zit ik zo simpel in. En Hidde is een kind van de club, maar Giel eigenlijk ook. Dat is echt een superleuke man ook. Dat is echt een geboren superboer. Hij komt uit Iran, maar dat kan dus. Hè. Dat kan, je kunt overal vandaan komen. Fantastische vent. Maar de beste... Ja, nee, ja, natuurlijk. En Agil heeft die wedstrijd waar iemand het over had tegen Vitesse heeft hartstikke goed gedaan. Ja, ja. En, maar ik ben niet op trainingskamp geweest. Het enige wat ik weet was dat de sterven scout was. Keiharde wind, dus ze zullen wel wakker zijn. En we gaan gewoon nog even knokken. En er moeten nog een paar spelers bij. Maar ja, dat zijn dingen, daar zit ik net iets te ver voor nu in ieder geval vandaag. Ik heb begrepen dat een paar spelletjes erbij geen makkelijke opgave is voor moeilijk, Peter Hofstede. Ja. Maar goed, jij kwam afgelopen zomer over van Ajax. Heb je er spijt van met jong Ajax? Weet je nog kampioen in de eerste divisie? Nee, ik heb er zeker geen spijt van. Ik denk ook dat ik in die 6 wedstrijden gespeeld heb. Ook voor mezelf duidelijk was dat ik de goede keuze gemaakt had. En voor mij was duidelijk dat ik een stap wou zetten en gewoon weer aan spelen toe wou komen. En... Nou, dat was NEC geworden en ik ben er nog steeds heel erg blij mee met die keuze. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Toen jij geblesseerd raakte, ging het bergafwaarts. Laat er een verband zijn, sta je zo weer als eerste keeper daar. Wie is jouw zaakwaarnemer, Norbert? Guido Albers. Ja. Ik hoor het al. Bekende naam voor jou, Iwan? Ik had vanmiddag wel aan de lijn. Daar was ergens mopperig over. Ja. Ben jij tevreden? Zeker. Ja? Keurige jongen? Ja, ik ben tevreden over hem. Hij heeft me deze zomer naar NEC gebracht. En dat heeft hij allemaal geregeld. En, nou, waarom belde hij jou dan, Iwan? Ja, ik had iets in het blad geschreven dat Sint hem niet helemaal over contracten. Dus hij corrigeerde me even. En makelaars bellen wel vaker. En, maar Albers is wel een van de grote, hoor. Frank de Boer, Kuit, noem maar op allemaal. Dus daar heeft hij wel een goede mee. Jij schreef met Tom Knipping jullie 5e boek alweer, volgens mij. Ja, hè? Ons 5e en mijn 7e alweer. Ik heb het 2 met Marcel Reuzen geschreven. Maar met Tom is dit het 5e boek. Ja. Weekend Miljonairs over de dubieuze rol van zaakwaarnemers in het betaald voetbal. Waarom moest dit boek geschreven worden? Behalve dat jij heel graag schrijft. Ja, ik schrijf graag. En ik schrijf graag over wat er achter de schermen gebeurt. En het meeste geld in het voetbal gaat eigenlijk om achter de schermen. En... er is een enorme house aan zaakwaarnemers. Bijvoorbeeld de Club als de Graafschap heeft weinig geld. Maar willen ze een speler, zullen ze toch een heel deel zullen ze aan de zaakwaarnemer moeten geven. Mensen weten dat helemaal niet, weten niet wat voor bedragen dat gaat. En we vonden het leuk om het bloot te leggen. En het is ook heel erg leuk, hoor. Het zijn pizzabakkers die willen miljonair worden. Fietsenmakers die willen miljonair worden. Rayola heb je het dan over, hè? Rayola, ja, beleefde de raarste avontuur. Hadden we het net nog over. Rayola is ongeveer begonnen bij de Graafschap. Alleen toen was hij nog niet zo subtiel. De Nederlandse Napolitaan, voor de mensen die hem niet, niet kennen. Die met één deeltje 30 miljoen pakt. Ja, dus we hebben het verkeerde beroep. Nou, kennen we allemaal Cor Koster, hè? Schoonvader en zaakwaarnemer destijds van Johan Cruijff. In mijn ogen was dat een idealist. Hè, spelers werden toen de tijd uitgeknepen door de clubs. En hij zei van, joh, dat geld moet naar de spelers zelf. Is dat dan zo veranderd, dat wereldje? Mooi dat je dat zegt, inderdaad. Want zo was het wel. Hij was wel een keiharde zakenman. Hoor. Alleen vroeger, Cruijff zijn moeder was schoonmaakster, hè, bij Ajax. En hij kwam bij het bestuur en gefeliciteerd. Je mag voor Ajax voetballen. En er zaten dan 3 blanke mannen. Er zijn nog steeds bijna allemaal blanke, die bestuurders. En dan kregen we het consumptiebon of een beetje geld. En Koster zei, ja, maar ho eens eventjes, zo is het niet. De stadions komen vol, die spelers die zorgen ervoor. Spelers moeten ook betaald worden. Dus dat is wel een revolutie geweest, daar heb je wel gelijk in. Alleen die is een beetje doorgeslagen. En de transfermarkt is een van de lucratiefste business om in te duiken. En je hoeft net als voor journalisten geen enkel diploma te hebben. Dus, gelukkig maar, hè? Ja, dus, en ik vertelde net, we werkte bij VI ook iemand. Die had zoiets, al die deadlines, ik word zaakwaarnemer. Die ging naar een wedstrijd kijken, zag een leuke speler. Die heette Van Nistelrode. Nou, en de eerste transfer een jaar later was 1 miljoen. Hij pakte 10%. 2 jaar later ging hij van PS naar PSV voor 15 miljoen. Maar wat stuit jou dan zo tegen de borst? Want toen ging het geld naar de clubs, nu gaat het naar de makelaars. Wat doet dat met het spelletje zelf? Er stromen miljarden weg uit het voetbal. En dat vind ik jammer. Voetbal is voor mij een vereniging. Daar staan ze in de Graafschap staan. Gaat ze aan de honderden vrijwilligers zijn aan het werk. Iedereen doet zijn best om die club groot te maken. Dat de spelers goed verdienen, prima als ze presteren. Maar dat er allerlei mensen tussen lopen die eigenlijk geen functie hebben. En de clubs moeten die mensen betalen. Ja, dat vind ik een beetje Rayola die 30 miljoen pakt op 1. Maar jij gaat daar ook verder in. Jij zegt ook van, joh, de makelaars hebben de macht binnen een club. Is ook absoluut zo. Kijk naar Fortuna Sittard, hè. Die stonden nog beroerder voor dan de Graafschap. En er komt een eigenaar. Gewoon een goed technisch manager nu, shoot us. Er komt een eigenaar. Ja, die is er ook gaan werken. Ja. Ja. Er komt een eigenaar, Den Bosch hetzelfde. Die hebben wat makelaars om zich heen. En die hebben zo'n netwerk dat je eigenlijk alleen op die manier de goede spelers nog kan krijgen uit hun eigen zak. En doe je het niet, heb je ruzie, heb je een probleem. Dus ze hebben wel heel veel macht, ja.
Moeten de Graafschap en NEC zich zorgen maken over dit soort zaken? Oh, die weten al precies wat speelt, hoor. Daar zo, ja. Die kennen de klappen van de zweep. Zondag Eindhoven uit. Ja. Altijd lastig, zeggen ze dan, hè? Altijd lastig, ja. Kijk, dan moeten we gewoon 3 punten pakken, zo simpel is het. En dan heb je ook wel met elkaar een bevestiging dat we goed bezig zijn. En nou, daar gaan we vanuit. Sjoerd, jij stond op het podium zelf ook, hè, tijdens de voorstelling Veur Altiet. Dat is de theaterdirecteur niet ontgaan. Hij wil een one-man show. Ga je dat doen? Ik las het. Nou ja, ik heb, dit is wel een van de grootste geheimen hier. Er is gelukkig toch niemand bij. Ik heb ooit een keer voor de carnaval in Doetinchem. We hebben in de Achterhoek al carnaval, hè. En Doetinchem doet heel erg zijn best om dat ook op de kaart te zetten. En daar heb ik ooit een keer een typetje gedaan. En toen was het typetje een persiflage op onze regionale verslaggever van de krant. Dat was 1 keer heel leuk. De 2e keer moet je dat niet meer doen. En de 3e keer wil ik gewoon met tomaten van het podium af. Dus, maar ik, kortom, ga je het doen? Als het voor de club is, zeker. Als het de club iets oplevert, dan ga ik het doen. Hij gaat het gewoon doen. Iwan, jij volgt Vitesse ook, ja, hè, voor Voetbal International. Ja. Je hebt nog een weekje vrij. Die zijn dan van de hele volgende week pas te spelen. Heerlijk, ja. Vrijdag Excelsior thuis. Dan begint het allemaal weer. Je gaat nog een keer jouw boek lezen. Ja, absoluut. Hoe goed het is. Nee, maar Vitesse begint weer. Zijn Bero is geblesseerd geraakt. Dat is heel jammer. Dat was een van de leukste spelers. Maar die hebben ook veel goed te maken met het NEC. En ook als de Graafschap. Dus alle 3 de Gelderse clubs moeten... Aan de bak. Nee, de ran moeten ze. De ran. Ja, iedereen moet de ran. Maar ik ga, niet meer dan ik ga dit programma afronden. En dat doen we altijd met Colin Hoeven. En ik moet even zeggen dat ook Colin Hoeven, onze vaste singer-songwriter, vanavond in de battle staat. Hè, bij de Voice tegen Laura. Yay! We gaan allemaal kijken. Geef me een applaus. Colin Hoeven. Zoveel stof de lucht in laat. Een achterhaald idee van liefde, maar er wordt wel over gepraat. Van der Staaij die blijft het steunen. Wordt het niet tijd dat hij vertrekt? Want die verklaring die kan echt niet. Ben niet gek. Als de wereld plotseling stilstaat, stort alles in elkaar. Hoe te leren met verdriet als het zo plotseling ontstaat. Betty Broeder deelt haar tranen, haar ervaring, haar verhaal. Zodat anderen zich herkennen voor het verdriet van allemaal. Vooral niet voor de Graafschap. Sjoerd laat zijn liefde voor de club goed zien. Norbert Alblas mag eindelijk van de bank af. En iemand schrijft een boek over wie werkelijk wat verdient. Al 10 jaar aan het rocken, never own, die blaast maar door. Eerste band, ja, die meedoet. Stevig ruig, ja, ja, dat is wel lekker hoor. En de battle gaat zo komen. Wordt een knockout wel bereikt? Of moet ik zo met ze knokken? Dus zorg maar dat je strakjes kijkt. Of de winnaar van The Voice een Nijmeegs beentje blijft.